best of, do best of, nothing funny but kids. Een hele goede avond, alle kijkers thuis en iedereen hier bij mij in de zaal. Welkom hier in Liemden, bij het gemeentehuis. Waarom zitten wij hier met z'n allen? Want Sinterklaas komt. Sinterklaas komt, daar hopen we tenminste, hè? En samen met Sinterklaas willen we vandaag de intocht terug gaan bekijken. Ja. Dat is in ieder geval de bedoeling. Hoe kunnen we Sinterklaas naar hier toe krijgen? Heeft iemand een idee? Liedje zingen. Weet jij een goed liedje? Welk liedje? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Ja. Kunnen jullie die allemaal meezingen? Ja! Ja. Oké, ik tel af. 3, 2, 1. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien. Oh ja. Goedenavond. Ik ben heel blij dat u er weer bent. Ja, en ik blij dat ik u weer zie. Nou, dat hoor ik graag. Dus, dit is Ruud, de presentator, hè? Ja. Vandaag wel, hè? Oh, mooi. Kijk eens, Sinterklaas, we hebben de mooiste stoel voor u bewaard. Ja, dan zijn we. Dus daar mag u in plaats nemen. Had u het makkelijk kunnen winnen vandaag? Oh ja, heel prima, hoor. Ja? Ja, prima. Niet met de nodig? Het is wel een rommeltje hier. Ja, het is wel een rommeltje. Nee, die wegen allemaal, jongen. Maar dat lukt wel. Het is toch gelukt, ja. Ja? Want ik zit er, hè. Ja, en de Zwarte Pieten zullen de weg wel wijzen, ja, toch? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Wegwijs Piet. Wegwijs Piet, ja. Ja, heel goed. Wegwijs Piet. Mooi, hoor. Hey, Sinterklaas, wij zijn heel blij dat u er bent. En wij zijn ook heel benieuwd wat u van de intocht vond. Want daarom zijn we eigenlijk ook hier, hè. We willen met z'n allen naar de intocht gaan kijken. Ja. Samen met u. Och, vindt u dat een goed plan? Heel goed plan. Dan zien we jou ook. Dan zien we Sinterklaas ook. Dat Och, klopt. Dat is ook goed, ja. En Zwarte Pieten. En Zwarte Pieten. Ja, dat doen we net en jij weet ook. Ja, ook nog. De hoofdpiet was er ook bij. Ja. Hé, hey, Sinterklaas, de intocht, om er even op terug te komen, die was wel heel erg spannend, vond ik. Vonden jullie dat niet? Nee. Vonden jullie het niet spannend? Ja. Wel, hè? Dat komt toch altijd goed? Ja, meestal komt het wel goed, maar ik had er toch niet zo goed vertrouwen meer in, als ik heel eerlijk ben. Nee. En ik had van de hoofdpiet al een heel boos telefoontje van tevoren gehad. Ja. Heeft u dat gezien? Ja, ja, u heeft het gezien wat Hoofdpiet mij opgelegd had. Ja, 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 ja. Jullie hadden het ook allemaal gezien, hè? Ja, ik had het gezien. Willen jullie het nog een keertje terugkijken? Ja. Ja? Zullen we dat eens gaan doen? Ja. Ik wil iets zeggen. Wat wil jij zeggen? Oepsie vergeten. Doe maar even onthouden, dan mag je het na het filmpje zeggen. Goed? Mooi. Ben je het vergeten? Goed nadenken, hè? Goed nadenken. Goed nadenken. Hou je hoofdje maar vast. Jullie mogen allemaal een klein beetje omdraaien. Dan mogen we naar het grote scherm kijken. Och. Want daar gaan we de intocht zien. Nou, ik ben wel benieuwd, Ruud, hoor. Ik ook, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Hoofdpiet. Dat dit jaar helemaal niks gemist gaat met de intocht van Sinterklaas. Voorbereiding, daar gaat het om. Alles moet gecheckt en gedubbelcheckt worden. Helemaal mee eens, Hoofdpiet. Ik heb ook geen zin dat alles misloopt. Pieten die verdwalen, pepernoten van 500 kilo, hoe komen ze erbij? En dan die ijdel tarterij. Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ik ga mijn best doen, vertel. Dat is ook mijn idee, Ruud. Daarom heb ik jou een lijstje toegestuurd. Alles opzet als voorbereiding te worden. Als ik iemand kan vertrouwen, ben jij het wel. Bij het hele lijstje door, ik heb het
snel aan de slag. Oké, en wat staat er allemaal op de lijstje dan? Het gemeentehuis. En de bordes moet een keer goed nagekeken worden. En ook de koets. Dan zit ik klaar op het idee dat er vorig jaar een slag niet krijgt erachter of zo. Ik kan je vertellen, dat krijg ik helemaal niet fijn. Maar goed, neem het lijstje maar goed door en begin op tijd. Want het is zo 13 november. Ja, helemaal mee eens. Ik ga de lijst doornemen en dan ga ik mijn best doen. Piet, doe je trouwens de groet aan Sinterklaas? Oké, doei. Nou, dat gaan we controleren. Trap is netjes schoon. Alles is mooi in orde. Deur is netjes, oké. Ik ga dat hier passen. Even meten. Precies. In 10. Binnen was alles in orde. En dan hebben we alles. Prachtig. Goed, er zat een slag in het geel. Die moest gerepareerd worden. Maar wie gaat dat doen? Een paar handige mannen. Maar waar? Speelboerderij! Daar hebben we handige mannen. Speelboerderij, hier moet hem zijn. Hier is een ander, hier is een top. Ja, dat doen we zo. Ja, ja, dat doen we. Of niet? Jullie de rol erbij? Ja. Mannen! Ik ben het gebeld door de hoofdpiet. En ik moest een hele lijst nakijken om alles te controleren. Of het gemeentehuis netjes gewoon was, noem maar op. En dan gaf hij aan dat er vorig jaar in de gemeentekoets een slag in het wiel zat. De rechter achterwiel. En dan zocht ik een paar handige jongens die dat konden repareren. Pot verdikken, want als je ziet wat wij hier allemaal gedaan hebben, met zo'n handige mensen, nou, dat moet lukken. Nou, dat moeten we hebben. Kunnen we die koets dan niet eens hier naartoe halen, dat we er rust mee doen? Nou, dan kunnen we daar met ons eigen werk weer doorgaan, dan is dat voor jou ook weer gemaakt. Ja, dat is een goed idee. Dan kan ik het afvinken. Ja, dat is goed. Oké, dus we gaan ervoor? Deur. Mooi. Goed zo. Ja, ik ga het eraf. De berg is weer op en neer. We moeten hebben vieren. Ja. Het wordt wel een duur kwijt. Ja, maar ik heb het goed. Ja. Ja, en je hebt nog een beetje wel. Ja. Hij gaat wel aardig op en neer, hè. Als komt hier echt bij zitten, jongen. Hier zitten gewoon fijne. Hier lekker zacht. Ja, moet je kijken hoe dat. Nou, het zit wel lekker vast, hè. Ja, hij is beter. Hij is een stuk beter geworden. Dan kan je zo'n loshandig weer worden. Moet goed zijn zo. Ja. Het zit weer vast. Als het goed is, wiebelt hij niet meer. En de lange groep goed vast? Ja. Goed zo. En de beetje wiebelen, dat geeft niks. Wees mannen. Is gelukt? Ja, het is weer helemaal goed. Dus hij is klaar? Ja, hij is helemaal klaar. Mooi. Zit weer recht. Dus het is weer helemaal in orde. Dan kunnen we maar best een proefrit gaan maken. Hè. Dat lijkt me wel. Ja, dat gaan we doen. Dat doen we. Nou, ja, maar let goed op, hè. Want nou is hij gemaakt. En niet dat hij dadelijk weer stuk is. Nee. Ja, maar het is belangrijk, want anders kan de Sint niet komen. Ja, dat doen wij. Deur open. We'll be right back.
Dat was haar dromen, hè? Ja, ja. Hoi, hey, 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 het gaat goed, hoor. Cadeautjes moeten snel naar je tafel doen, dat je daar gemakkelijk op een mooi kunnen worden. Ja, met Hoofdpiet. Hoi Hoofdpiet, met Ruud. Snel Ruud, ik heb het razend druk. Ja, we hebben een klein probleempje met de koets. Nou, dan fix je die handige jongens dat toch even. Ja, maar hij is nou wel heel erg stuk. Hij is in een gat gevallen. Oh nee, zijn we een keer op tijd begonnen met voorbereiding gebeurt er dit. De koets in een gat gereden. Hoe kan dat? Wie heeft het gat nou eigenlijk gegraven? Jan Boom. Jan Boom! Jan Boom? Nou, dan zoek je Jan Boom maar even. En zorg jij dat Jan Boom de Sint netjes naar een bordes gaat brengen. En Ruud, stel me niet teleur. Stel me niet teleur. Die Jan Boom, dat is ook een mooie. Die gaf dat gehad, ik niet. Ja, en die handige mannen die krijgen nooit meer op tijd voor elkaar. En Jan Boom, die heeft volgens mij ook geen koetsen staan. Maar die Sint, die moet wel op een comfortabele manier in het gemeentehuis gebracht worden. Hoe gaan we dat doen? Ja, Sinterklaas. Zo zat dus eigenlijk het hele verhaal in elkaar. Hoofdpiet. Ik heb het gezien. Ik zat hier in Nederland en ik moest het gaan regelen van de Hoofdpiet, maar u ziet wel, dat was niet zo goed gelukt. Niet zo goed, nee. Wat vond jij ervan, Hoofdpiet? Ja. Het begon goed, we hadden mooi alles op tijd geregeld, maar toen ging het even mis met die handige jongens. Ja, die handige jongens, die wilden per se een testritje gaan maken. En ik was het er niet helemaal mee eens, maar ja, het moest toch gebeuren. En toen gebeurde iets vreselijks, want de koets die belandde in een heel groot gat hier op de tip. Op de tip? Ja. Op de tip. Dus we hadden geen koets. Oei. En ik wist ook niet hoe Jan Boom dit op ging lossen, want ik had het wel gevraagd aan Jan Boom. Maar wij hadden van niks gehoord, jij ook niet, Hoofdpiet. Dus toen was het zondagochtend en nog steeds geen telefoontje gehad van Jan Boom. En toen vertrok de fanfare. Vanuit het wapen van Liemde hier. En die ging toen naar Daan en naar Tijn thuis. Want daar zouden ze u ophalen. Oh ja, klopt, ja. En toen Sinterklaas, toen u daar iedereen aan zag komen. Wat dacht u toen? Ja, ik denk, hoe moet dat nou? Want er was veel volk. De harmonie was er. Maar achter de harmonie en achter de kinderen, ik zag geen koets. Dus ik was erg benieuwd hoe dat opgelost zou worden. Toen heb ik eigenlijk aan algemeen belang gevraagd, hoe zit het nou? Ja, dat regelt Jan Boom, dat regelt Jan Boom. Wie is Jan Boom? Dat is de aannemer, hè?
Een boom die doet hier alles netjes maken buiten. Die maakt buiten alles netjes. En ja, het leek ons toen het beste. Dat eigenlijk de harmonie met de kinderen maar vast zou vertrekken naar het gemeentehuis. En dan maar even afwachten wat voor alternatief Jan van der Boom had. En u was er wel zeker van dat u naar het gemeentehuis kon komen? Ja, er werd men verteld dat het geregeld zou worden, dus dan ga ik ervan uit dat het goed komt. Nou, dat klopt. Ja. Toen wij hier op het gemeentehuis stonden, toen zagen we eerst de fanfare met alle kinderen in je te komen. Ja. Gelukkig zag ik de hoofdpiet daar. Ja. Toen dacht ik, de hoofdpiet die weet wel hoe het nou zit, maar ik zag u niet. Nee. En jullie zagen Sinterklaas ook niet, hè? Nee. Wij wisten niet waar dat u bleef. Nee. En wij wisten ook niet of u nog wel zou komen. Maar, gelukkig is uiteindelijk alles goed gekomen. En dan kunnen we nou naar gaan kijken hoe dat Sinterklaas uiteindelijk naar het gemeentehuis gebracht is voor de kinderen die hier niet zijn geweest. Wat wil jij vragen? Heb jij nog een vraag, Femke? Opa, die heeft de koets kapot gemaakt. Heeft jouw opa de koets kapot gemaakt? Wie was jouw opa? Opa Wil. Opa Wil. En dat is ook mijn opa. En dat is ook jouw opa. Ook jouw opa? Nou. Dan zal ik daar eens rekening mee houden. Is dat jouw opa Wil van Houten? Ja. Wie kent Sinterklaas natuurlijk niet. Sinterklaas kent alle namen. Ja. Hey, zullen wij eens gaan kijken hoe Sinterklaas uiteindelijk toch bij ons op het gemeentehuis kwam? Ja. Ja? Dan gaan we verder kijken naar het filmpje. Er komt Sinterklaas aan. Zullen we Sinterklaasje kom maar binnen zingen? Ja. Ja, doen jullie allemaal mee? Ja. Even recht, misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Steen op nog even van jouw zand, laat de pijnen samen. Zingen en we zingen, we zijn heel blij, want we zijn geen stoute kinderen. Want er zijn geen stoute kinderen bij. Ja, dat is de fanfare! Zien jullie Sinterklaas al? Zien jullie daar? Sinterklaas is niet, dat is een loner. Sinterklaas komt toch niet op een loner? Nee, dat kan niet. Een loner? Ik kan het me niet voorstellen. Denk jij ook niet? Wij hebben geen loder. Oh, jullie hebben geen loder? Nee, dan kan het helemaal niet. Maar ja, misschien heeft... Ja, Jan Boom heeft wel loders. En Jan Boom heeft beloofd om het op te lossen. Zou het dan toch? Ik kan het nog niet zo goed zien. Ik zie wel iets roods. Daar. Ik zie het wel? Ga maar eens kijken beneden. Is het Sint... Ja, ik zie iemand zwaaien. Ja, het is wel Sinterklaas, jongens. Sinterklaas! Sinterklaas! Hier moet u naartoe! Sinterklaas, Sinterklaas, kom maar binnen met je fles in. Zullen we nog een keer zingen? Ja. Sinterklaas, kom maar binnen. 1, 2, 3. Sinterklaas, kom maar binnen met je knet. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom even bij ons aan en laat je paardje naar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want we zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. En we zijn geen stoute kinderen bij. Jezus, ik heb het gezien. Sinterklaas! Ja, het is Sinterklaas. En Jan Boom zit zelf. Jan Boom zit er zelf in. Ja. Ah, zie je? Ik wist dat hij het op ging lossen. En daarom kunnen Jan Boom niet meer rijden. Rijden en bellen mag niet. Nee, daar heb je gelijk in, hoofdpiet. Als dat maar goed... Ik had van Jan Boom ook niet anders verwacht, want die was van de week genomineerd tot een van de beste bedrijven van Bokstel en Liemde. Dat is ook geweldig, dus die lost alles op, dat weet ik gewoon.
dat moet allemaal, hè. Ja. Nou, echt hartstikke fijn dat hij er toch is. Ja, ben je toch voor niet meer niks gestaan. Hij komt eraan. Ik zie dat er een hele mooie bank zelfs op die noda staat. Dus hij heeft toch wel voor een comfortabele manier van hier niet zo mooi doen. Ja, misschien is Sinterklaas wel af. Nou, zou wel leuk zijn, hè? Nou, gelukkig zeg dat Sinterklaas er voor is. Ja, ik zie hem. Ik denk dat we die zwarte paraplu moeten volgen. Dat is wel handig met die paraplu's. Ja, maar welke zwarte, hè? Als je nou maar niet de verkeerde kant weer op gaat natuurlijk. Dat moeten we niet hebben. Ik zal de hek even neerzetten. Sorry. DJ, blijf aan hem af. DJ, niet doen, niet doen. Hij kan niet door. Het is wel echt een vet voertuig om zo naar hier toe te komen, toch? Een loder. Wie kan daar nou zeggen? Geweldig. Sinterklaas op een loder. Oh, daar heb je hem, Ruud. Daar is hij, Sinterklaas. Een applaus voor Sinterklaas. Goedemiddag Sinterklaas, wij zijn enorm blij dat u er bent, want wij hadden eigenlijk verwacht ja, dat we hier eigenlijk een beetje onze tijd stonden te voldoen, als ik heel eerlijk mag zeggen. Nee, maar het was voor de Sint ook een verrassing. U had uw comfortabele koets verwacht natuurlijk? Ja, uiteraard, en ik stond ook maar te wachten, maar er kwam er niks. Nee, ja sorry Sinterklaas, ik... had vertrouwen in een paar andere jongens dat ze die koets zouden repareren, maar ja, ik zie wel dat het niet gelukt is. Maar ik heb Jan Boom gevraagd om u toch op een comfortabele manier naar hier te krijgen. Want ja, Jan Boom heeft daar het gat gegraven. Ik het niet, toch? Nee, ik ook niet. Hier is Jan Boom, zullen we een applausje aan Jan Boom geven? Want dit is wel... Daar zijn we wel heel blij mee. Nou Sinterklaas, we hebben heel lang op u zitten wachten. Maar ik denk dat u hier de kinderen ook wel iets wilt toespreken. Beste lieve kinderen, wat ben ik toch blij na zo'n avontuur dat ik weer bij jullie kan zijn. In het o zo mooie Linde. Maar als ik het goed heb gezien, dan is het terecht dat Jan Boom mij hier naartoe heeft gebracht. En ik moet zeggen, Jan... Het Bank City, dat was heerlijk. Ik moest opletten of ik zou in slaap gevallen zijn. Oh jee, ja, dat was ook niet de bedoeling, Sinterklaas. Sinterklaas, ik geef het woord even aan de burgemeester, want die heeft ook een woordje voor je om welkom te heten. Ja, zeker. Sinterklaas, we hebben ons zo ongerust gemaakt dat u niet zou komen. En ik ben dan toch blij, en ik heb het net al even gezegd, dat Jan van der Bomen u met de loder gebracht heeft. Want ja... Hoe moet u anders hier komen als de koets kapot is? Maar gelukkig bent u er, want al die kleine kinderen hier, die staan op u te wachten. Ook de ouders natuurlijk, die vinden het ook allemaal hartstikke spannend met u. Maar ik vind dat ze er zo mooi uitzien. En dat hebben ze allemaal voor u gedaan, Sinterklaas. Dus ik vind dat geweldig en dan ben ik blij dat u er bent. Een groot applausje voor alle kinderen hier. En ik hoop dat u hier vandaag... En nog tot 5 december een hele goede tijd heeft als u hier in Linden nog langskomt. Ik geloof dat u vanmiddag nog van alles moet doen. Nou, geweldig. Ik heb ook al gezegd dat het allemaal ook mogelijk is omdat heel veel mensen ook helpen hier. ABL, Concordia staat daar. Geweldig. Die verdienen ook een groot applaus om hier in de regen te staan, jongens. Sinterklaas! Geweldig. Sinterklaas. Kom dan, Sinterklaas. Voel u welkom hier in Linden, in het prachtige dorp. En ik hoop dat u hier een goede tijd heeft. Ja, Sinterklaas, ik moet toegeven, ik heb die handige mannen eigenlijk al een tijdje niet meer gezien. En ja, ze lagen toch wel echt heel erg in de kreukels, hè, met die koets. Ja, ja, mijn beste lieve kinderen. Leuk
dat ik hier ben gekomen op deze zo spectaculaire wijze, als ik het zo mag zeggen. Maar als ik heel eerlijk ben, dan zit ik toch liever in mijn vertrouwde koetje. Maar beste Ruud, is die koets nou echt niet te repareren? Als ik heel eerlijk ben, weet ik Danny Sinterklaas, want die handige mannen die zijn zo druk bezig met die speelboerderij daar, dat ik niet weet of ze die koets wel nog kunnen maken. Ik hoop het wel, maar ik heb niemand meer gezien. Ik zie, oh, er gaan wel deuren open daar bij de boerderij. Ik zie wel, oh, hey, daar zijn de andere mannen. Huh? Hey, dat is de koets Sinterklaas. De koets. De koets komt daar uit de boerderij gereden. Ze hebben hem op tijd gemaakt. Nou ja, op tijd gemaakt. Ze hebben hem gemaakt. Ah, super. Nou, Sinterklaas, geen probleem van volgend jaar zo te zien. Ja, gelukkig wel. Oh, oh. Wat een handige mannen, denk ik, hè. Zeker wel. Zeker wel. Maar toch hoop ik dat ik volgend jaar weer met de koets hier kan komen. En dan spreek ik nog wel, dan hoop ik dat er een echte paarden voor zullen staan, een echte koetsier, niks te nadelen van deze. En dat vind ik het heel leuk en waardeer ik ten zeerste dat het de handige mannen is gelukt om deze koets te repareren. Lieve handige mannen, heel hartelijk dank en een applaus voor jullie. Ja. Vindt u ook niet Sinterklaas dat er een lang zal leven bij hoort? Ik denk het wel. Volgens mij kan de fanfare hier ook zingen. En dan laten wij blijken dat we toch wel heel blij zijn dat de koets weer is gemaakt. Toch Sinterklaas? Ja, ja, dat vind ik hier zeker op zijn plaats. Dus ik zou zeggen, fanfare Concordia, zet maar in. Nou, zo zien jullie maar, eind goed, al goed. Voor Sinterklaas, u bent in Liemt. Wat ik als laatste nog wil zeggen, Sinterklaas, u heeft weer een hele mooie brievenbus staan dit jaar, waar alle kinderen een tekening in kunnen leveren. Ik heb gehoord dat u ze dan persoonlijk op een van uw pieten een kaart zal sturen. Ja, zeker zal ik dat een wonder van geven. En het mag nu zelfs ook mooi even dingetje zijn. En een briefje en een tekening. Altijd welkom en de Sint zal jullie persoonlijk een antwoord geven. Nou, hartstikke mooi toch? Dan wil ik jullie allemaal, iedereen, de kinderen en de papa's en mama's bedanken dat jullie toch de moeite hebben genomen om naar hier toe te komen, ondanks het weer. Wij zijn er heel blij mee. En dan zou ik zeggen Sinterklaas, ik ben benieuwd hoe het volgend jaar gaat lopen. Maar dan zien we dan wel weer. Veel plezier vanmiddag. Zullen jullie nog dag Sinterklaasje zingen? Ja? Thank you.
Nou, Sinterklaas, zo ziet u maar weer, zoals ik daar op het gemeentehuis ook al zei, eind goed, al goed. Hè? Toch op een hele mooie manier hier in Liemt gebracht, met de loder. Spectaculair. Spectaculair. Heeft u al ooit ergens zo'n spectaculaire manier meegemaakt? Nee, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Nee? Maar het was leuk dit mee te maken. Nou, kijk. En uiteindelijk hebben we gezien dat ook de koets weer gerepareerd is. Ja. Dus je hoeft zich geen zorgen te maken voor volgend jaar. Dat hoop ik althans van niet. Nee. En wij hopen dat u er volgend jaar weer gezellig bij bent. Ja. Nou, toch? Ik dan kijken wij helemaal naar uit. Ja. Zeg, Sinterklaas, wat ik nog wel heel even kwijt wil, want daar ben ik eigenlijk wel een klein beetje jaloers op. Zagen jullie de hoofdpiet ook daar lekker in Spanje in een bubbelbad liggen? Ja! Dat zou ik ook wel willen, Sinterklaas. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik ben geen Piet. Nee, ik ben geen Piet. Nee. Maar daar ben ik wel jaloers op, zeg. Wat een luxe. Ja, lekker zeg. Heerlijk. Heerlijk. En je hebt ook van genoten, hoor. Ja, dat geloof ik achter elkaar. Maar ja, zwarte pieten hebben ook ontspanning nodig, hè? Uiteraard, want die hebben toch een druk leven, hoor. Die moeten heel hard werken. Sinterklaas, Saar, die mag even naar voren toe komen, want die heeft een vraag. Ja. Dan draaien we een klein beetje om. Saar, wat was jouw vraag? Wie dan de beelden, dat was deze wie de stof was daar. Dat was jij. Ja. De hoofdpiet, die belde met mij, dat klopt. Ja. Die had contact met mij. En ik had ook nog een tekening. Oh, een tekening. Mag ik die eens zien? En mag ik die meenemen? Ja, voor jou. Nou, heel hartelijk dank. Dit is het water. Vertel eens, Saar, wat staat er allemaal op? Ja, waar staat er allemaal op? Leg het eens even. Saar, kusjes. Oh, dat vindt de Sint leuk. En ook de hartje. Oh, dat is een hartje. Goed hoor. En dan erop. Mooi. Nou, dat is een mijter. Een lange capie. Ja, ik en zie een heel alles erop dank, en eraan. Ja. Ik neem alleen mijn ik kan geen bril maken. Oh, dat hoeft niet. Sinterklaas heeft ook niet altijd de bril op. Hè. Dat is meer om te lezen, denk ik. Soms wel, hè. Ja, soms. Nou, ga maar weer snel zitten, Saar. Hele mooie tekening. Ik wil nog één ding zeggen. Waarom heb jij een sjaal, Sinterklaas? Wat? Waarom heb jij een sjaal, Sinterklaas? Dit, hè? Waarom heb je een sjaal dan? Ja. Dat hoort bij de mantel. Dat hoort bij het pak. Oh. Ja. Dat is toch mooi? Ja. He? Dat is heel mooi te hebben. Alle bisschoppen, hè? Ja. De Sint. Een beetje rood is ook mijn lievelingskleur. Oh, dat rood komt heel goed uit. Ja. Leuk hoor. Nou, hartstikke goed samen. Prima. Mag jij gaan zitten? Dan hebben we Femke. En? Ik ben Pleun. Femke en Pleun. Kom maar eens naar voren. Jullie hebben allebei iets voor Sinterklaas gemaakt. Sinterklaas, dit zijn zusjes. Oh ja. Maar volgens mij wist u dat al wel, hè? Ja. Kom maar eens even hier staan, hadden we afgesproken, hè? Kunnen we aan de gezichtjes zien, hè? Vertel, wat heb je gemaakt voor Sinterklaas? Dit ben ik. Ben jij dat, hè? Ja. Dat is jouw jurkje, hè? Ja. Ja, ik zie het. En dat heb je nou ook aan. Dit is een zak. Oh ja. En dit is een cadeautje. Laat het maar eens aan alle mensen thuis zien. Nou, draai het maar rond. Kijk eens wat ze gemaakt heeft voor Sinterklaas. Applausje hoor. Knap op, Pleun. Goed zo. Ja, ik zie het. Mag Sinterklaas die hebben? Ja. Nou, wauw. Dankjewel hoor. En Femke? Vertel, wat heb jij gemaakt? Ook een tekening. Ook een tekening, waar heb je allemaal op de tekening staan? Sinterklaas en een zwarte piet en sterren en de zak en een cadeautje. Nou, kijk mooi. Nou, moeder is gek. Kunt u hem laten zien aan iedereen thuis, Sinterklaas en aan de kinderen? Ja. Mooi gemaakt, hè? Je gaat mee naar Spanje, hoor. Er is ook een ballon. Kijk, heeft u daar nog plek voor in Spanje? Ja. Ik denk wel, hè? Ja, daar zit ook een ballon. Oh ja. Met de bijt erop. Nou, mogen jullie ook gaan zitten? Mooi gemaakt. Had er nog iemand meer iets gemaakt voor Sinterklaas? Ja, ik had een kraalplankje, maar... Nog een keer. Ja, ik had eigenlijk een kraal Sinterklaasje gemaakt, maar die was een beetje stuk gegaan. En had je die op school gemaakt? Of thuis? Nee, thuis. En ik heb ook een kraal Sinterklaasje. Maar dan, als je nog een keer tijd hebt, kun je hem weer opnieuw maken, of niet? Ja. En dan kun je hem altijd nog in de schoen doen voor Sinterklaas. Ja. Maar dus Sinterklaas... Als jullie bij Daan zijn, goed opletten. Ja. Want hij gaat proberen nog een kraalwerkje te maken. Oh, dat vind ik lief, mijn jongen. Mijn is niet kapot. Ja, was niet kapot. Heel mooi, hoor. Maaike. Ik heb op school een kraalplank gemaakt. Op de mijter.
Op school heeft ze een kralenplank gemaakt, Sinterklaas. Komt u nog op school? Ja. Dit jaar? Maar ik kom niet. Ja? Ja. Nou, wie weet kun je hem dan laten zien, toch? Wie wil er nog iets aan Sinterklaas vragen of zeggen? Guusje. Hoe is het in Spanje? Hoe is het in Spanje, Sinterklaas? In Spanje is het heerlijk weer. Beter als hier? Dat is beter als hier, hoor. Want hier is het ook een beetje winter. Hier was het een beetje winter. Het begint eraan te komen, hè? Ja, en met de intocht was het helemaal winter hier, hè? Ja. Iedereen stond te wachten in de regen, maar daar waren we wel heel blij mee dat alle papa's en mama's en kinderen er waren. Daar is het zomer. Daar is zomer. Oh, ja. Floris, kom eens naar voren toe, want jij hebt een vraag. Toch? Floris. Laat je eens Floris er even doorstaan? Ja. Kijk goed, kom maar eens hier staan. Floris, wat is jouw vraag? Hoe oud is Sinterklaas? Hoe oud Sinterklaas is? Heel oud. Volgens mij krijgt Sinterklaas die vraag heel vaak, of niet Sinterklaas? Ja, kun jij heel goed rekenen? Kun je al goed rekenen of nog niet? Nou, ik denk niet dat dat... Ze zit al op de peuterhof, Sinterklaas wil er volgens mij altijd een beetje geheim houden. Omdat hij wel oud is. Niet verklappen, hè? Dat is een verrassing, hè, voor de mensen. Alleen die heel goed kunnen rekenen, die kinderen, die geef ik dan een rekensom. Ja, hoe oud ben jij, Floris? 3. Ben jij al 3? Nou, wat knap. Nou, dan vind ik het toch een goede vraag. Ik vind het ook een goede vraag. Had jij je schoen al een keer gezet, Floris? Ja? En wat had je in je schoen gekregen? Een cadeau. Een cadeau. En wat voor cadeau? Weet ik niet. Weet je het niet meer? Was het niet een kikkerspel? Ja, en dat was heel leuk, of niet? Ik ben heel benieuwd naar dat kikkerspel, Sinterklaas. Kan ik dat ook krijgen als ik mijn schoentjes heb? Als je het maar op je verlanglijstje zet. Oh, dan ga ik het op mijn verlanglijstje. Wat heb jij op je verlanglijstje, Floris? Ik heb al verlanglijstje. Wat is het leukste wat je op je verlanglijstje hebt staan? Kikker. Wat zeg je? Kikkerspel. Kikkerspel? Oh, dus die heb je al gekregen. Nou, dat is fijn. Dat is fijn. Wil je weer gaan zitten, Floris? Goed zo. Nou, goed zo. Dan gaan we nog één laatste vraag doen. Ja, maar je bent net geweest, hè? Goed? Doen we dadelijk nog een keertje. Andere keer. Nicky. Nicky, ik heb ook een Nicky. Kom maar eens even naar voren. Wat wou jij vragen, Nicky? Waarom bent u altijd in het rood? Omdat dit de kleur van de bisschop is. Vind jij het niet mooi? Jawel. Oh, gelukkig. Ik vind het ook heel mooi. En ik vind het ook leuk als we een keer een ander pak zien. Of, ik vind het een heel mooi pak. De bisschop heeft altijd een rood kleed aan. De kardinaal heeft altijd een paars kleed aan. Is wel moeilijk, hè? Ja. Nou, wij vinden het in ieder geval mooi, toch? Het was een geweldige goede vraag, toch? Zo tevreden? Mooi, ja, goed. Nou, Nicky, mag jij gaan zitten? Wat vonden jullie ervan, van de intocht, jongens en meisjes? Vonden jullie het leuk om nog eens terug te zien? Ja! Ja? Oh, Daan had zijn eigen op tv gezien, hè, Daan? Ja, had jij jezelf ook gezien, Daan? Nee, ik niet, want ik was op een andere keer. Ah, oh, oké. Okay. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat jullie hierheen zijn gekomen, Sinterklaas. En ik ook. De Zwarte Pieten. Ik denk dat jullie zo weer door zullen moeten, of niet? Ja, we hebben nog een druk. Nog veel werk deze week. Heel veel werk, hoor. Wat zeg je? Mag ik nog even één ding? Heel snel, het allerlaatste. Ja. Wij hebben op school een dokterskasteelhoek van Sinterklaas. En dan hebben we ook alles van Sinterklaas en alles van de Zwarte Pieten. Oh, nou wat luxe. Heel luxe, hoor. Ja. Mooi. Nou, ga maar weer zitten. Sinterklaas. Ja. Ik denk dat wij hier gaan afsluiten. Oh ja, ja, natuurlijk, want we hebben het nog druk, hè. Hebben jullie het nog druk? We hebben het nog druk, hè, Piet. Hebben jullie het nog druk? Hebben jullie veel cadeautjes? Oh, veel cadeautjes die rondgestrooid moeten worden. Ja, ja. Aha! Wat zeg je? Sommige moeten we wel voorzichtig mee doen. Hè? Sommige cadeautjes moeten jullie voorzichtig mee doen. Ja, dat kan kapot, hè. Kan kapot. Soms zijn ze van plastic. En moeten jullie hier in de buurt ook nog ergens een cadeautje af gaan geven? Of niet? Of? Ik denk het wel, maar de route die hebben de pieten, hè. Oh, weet je, dus dan moet ik aan Hoofdpiet vragen. Hoofdpiet, moet jullie hier in de buurt nog iets afgeven? Ja, in Linde hebben we altijd wel lieve kindjes. Maar wat de route precies is, daar heb ik ook weer andere pieten voor die dat plannen, hè? Hebben jullie nou niks bij je? Ja, we hebben wel wat bij, hoor. Oh, kijk, daar was ik naar op zoek. Volgens mij is er nog iets heel leuks voor de kinderen. Klopt dat?
Mag ik voorstellen dat de drie zwarte pieten even de cadeautjes uitdelen? Oei oei. Want ik neem aan dat jullie een naam op hebben gezet, Sinterklaas. Anders weten we natuurlijk niet wat voor wie is. Kijk, de zwarte pieten komen naar voren om jullie een cadeautje te geven. Nou, nou. Wie hebben we? Elena. Elena! We pakken het pas uit als iedereen een cadeautje heeft, hè? Ja. Doe je even wachten nog? Heel eventjes. Ja, heel eventjes. Hè. Zal ik even helpen, Sinterklaas? Of ook niet? Doe je best maar. Floris, voor jou. Een cadeautje voor Piet? Nee. Oh, Nicky. Zag je daar Sinterklaas? Nicky dacht al van, hé, hey, ik heb niks gehad. Die was al heel erg geschrokken. Nee. Vindt u het goed, Sinterklaas? Lieve kinderen, nou zullen we terugtellen. Van? Van drie af. Ja. Van drie af. Drie. Twee. Eén. Uitpakken maar. Oh, wat mooi. Sinterklaas, de kinderen zijn volgens mij heel blij met uw cadeautje. Ik zie het, ja. Ik zie het. Ik ga het afsluiten. Ja. Jongens en meisjes, ik wil jullie... Oh, dat mag je even op de grond leggen. Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie vandaag gekomen zijn. Ik wil iedereen thuis bedanken die gekeken heeft. En ik wens iedereen een hele fijne pakjesavond. Ook voor u, Sinterklaas. Veel succes. Ja, ja. Zullen wij nog een liedje zingen voor Sinterklaas? Ja. Dag, Sinterklaasje. Dag, 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 Zwarte Piet. Dag, Sinterklaasje. Dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje. Huis Sinterklaas, huis Zwarte Piet. Dag Ruud, bedankt hè. Oké. Okay.